Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSB Duval Amor, a.k.a. Wim. En vandaag ga ik op pad met Wout. En Wout en ik zijn vandaag Kamar. Ja, ik kan wel welkom Wout zeggen, maar eigenlijk hoor jij welkom te zeggen. Welkom Wim bij de Kamar. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat ik er ben. De kijkers hadden massaal gestemd op de B-klasse. Ik zal nog even spieken, maar dat was geloof ik echt iets van 160 stemmen op de B-klasse. En 90 voor de Astra. Jij wilde heel graag de Astra, maar dat is toch de B-klasse geworden. Ik zal heel even snel blauw testen. Stop. En volgen. En dan oranje. Hij is wel super vet. Dus die gaan we vandaag gebruiken. Voor de rest, ja, we rijden natuurlijk bij het vliegveld, want dat is wel Kamargebied. Maar waar gaan we nu heen? We gaan nu eerst een stukje luchthaven meenemen en dan gaan we over de snelweg richting het industriegebied. In het oosten van de stad. Oké, jij zegt mij gewoon waar ik naartoe rijd. Gelukkig mag ik rijden vandaag. Altijd leuk. Dan hoor ik het wel. Want rijden jullie ook met deze wagens op het vliegveld? Ja. Oké. Dus het is niet zo dat alleen bepaalde eenheden of bepaalde voertuigen op het vliegveld mogen rijden? Nee, dus in principe mag iedereen van ons over op de luchthaven rijden. We hebben wel liefst dat er met oranje aan wordt gereden op de luchthaven. En nooit met blauwe lampen. Ja, want waarom hebben jullie die regel gemaakt? Want ik geloof dat het officieel wel mag, toch? Ja, omdat de regel bij ons is omdat de lampen op de runway in GTA zijn ook blauw en dan zou het ze zo gezegd zou zij kunnen verwarren dan. Maar in principe redden wij enkel met oranje over de luchthaven. Dus omdat je geen Airbus A380 op je dak wilt hebben eigenlijk. Inderdaad. Oké, nou helder. Goed, en we hebben vandaag niet de Walter P99, want die hebben jullie niet. Nee, wij zijn van de Marshall Series, wij gebruiken de Glock 17, omdat wij graag wel een goed wapen gebruiken. Ja, snap ik heel goed en die is ook wel heel vet. De Glock, dus ja, nee, die gaan we vandaag zeker gebruiken. Jij hebt nog de taser bij, die heb ik niet bij. Dus als we iemand moeten taseren, dan sta jij maar vooraan. De laatste keer had ik geloof ik een ontsnapte aap die we hebben getaserd. Dus ja, heel veel succes met wat je vandaag met mij gaat meemaken. Maar je hebt daar gewoon pepperspray toch? Ja, zeker. Maar ja, we dachten al, gaan we die A pepperen of gaan we taseren? En toen dachten we, pepperen is misschien helemaal niet zo handig. En taser had best een gewenst resultaat. Nou, dat is alleen maar mooi toch? Die houden we erin. Auw. Dan worden we achteraan gereden door mevrouw. Oei. Voor ons nog een B-klasse. Ja. Hier is al brand zo te zien. Daar is ook al Kamar bij. Oh, heel veel Kamar zelfs. Gaan wij ons daar niet mee bezighouden en politie zelfs. Ja, nu is dat in. Misschien moet je hier zo meteen op de kruising linksaf, want anders moeten we door de afzetting rijden en dan gaan ze niet zo hard mee lachen denk ik. Ja, gewoon rechtsaf. Oh ja, kan ook. Mooi, dat is een flinke brand. Nou, hier gewoon links. Ja, voor de rest heb ik niet echt vragen. Ik weet niet, ja, je kunt moeilijk zeggen, hebben de kijkers nog vragen, want die zien er achteraf pas. Dus ik stel voor dat als me iets binnen schiet, tot we dat gewoon, tot ik ze gewoon stel. Ja, misschien nog wat over de werkzaamheden, want ja, waar rijden we nou precies heen? Naar een industriegebied. Nou richting het industriegebied, ja, dat is ook gewoon onderdeel van ons patrouillegebied. Okay. In principe focussen wij vooral op luchthaven en haven, maar wij zijn wel gewoon overal bevoegd over het hele gebied. Oké, okay. En rijden jullie ook in de binnenstad? Ja, wij voornamelijk ter ondersteuning van de politie en alle incidenten waarbij militairen betrokken zijn, die zijn ook voor ons. En rijdt politie ook wel eens op vliegveld? Ja, maar niet binnen de hekken, dus zeg maar niet op airside, enkel de ringweg. Dus gewoon een beetje ondersteunen waar weinig plek zou zijn. Ah, er staat er staat er eentje. We gaan hallo! Maar, in principe ondersteunen wij elkaar gewoon, maar in politie. Ja, nou ja, heel mooi. En ambu ondersteunen jullie ook regelmatig. Ja. Daar weet ik dan. Daar kom ik regelmatig met jullie in contact. En dat gaat altijd goed. Nou, dus we gaan even kijken op dat terrein. Ik zou zeggen, ik zie de kijkers zo. Als we of een melding hebben of dat gebied zitten te verkennen. Nou, tot zo dan. Maar dan hebben we misschien een hele rare vraag en ik weet ook niet of jij die kunt beantwoorden.
Maar ik dacht eigenlijk altijd dat Marechaussee grensgebied was. Nu, hè, voornamelijk, ja, ik weet ook wel dat het niet letterlijk zo is en dat het natuurlijk heel Nederland Marechaussee heeft. Maar hier in Limburg bijvoorbeeld, daar heb je ja, misschien er wat meer aan, omdat daar natuurlijk de grens met Duitsland en België ligt. Maar Rotterdam heeft gewoon alleen maar Nederland om zich heen, natuurlijk wel een vliegveld, maar meer ook niet. Hoe, ja, hoe zit dat dan precies? Nou, wij zijn in principe voor, ook volledig bevoegd, dus wij zijn volledig politieambtenaar. Verder zijn wij ook, dus doen wij de luchthaven, Rotterdam de Hague Airport en de Rotterdamse haven, waar wij ook in samenwerking met de douane dan controleren op smokkel en de vreemdelingenwet. Ja, want douane... bij de vreemdelingen en de douane de goederen. Ja, want douane is inderdaad wel iets wat ik laatst voorbij zag komen en dat is ook nieuw, hè? Ja, dat is nieuw. Dat is iets nieuw bij de BOA. Oké. Okay. Ja, en je zei net al even tegen mij. 82.03, enter 82.03, kom eens uit voor OPS. 82.03, luister door. Ja, positief. Postcode 349, mag u prio heen zonder toestemming en rijden gaan. Hier is een ANPR-hit geweest. Voertuig mogelijk betrokken bij een inbraak. Tevens ook geen geldig verzekeringen staat op voertuig. Voertuig rijdt richting de airport. Voertuig zou zijn een zwarte Mercedes B-klasse. Het kenteken hiervan is X-ray Tango 533 Golf. Hij zou richting de ringweg rijden. Ah ja, is de Camaro op de luchthaven ook al op de hoogte over? Positief. Oké. Okay. Dan gaan wij onderweg over. Dat is zo met de rijden. Wil jij liever richting vliegveld hier links al afgaan of rechtdoor? Ja. Waar kunnen we beter heen, als hij richting vliegveld rijdt? Contact. Wim? Ja, hoor je mij? Ja, nou wel. Denk net niet. Oké. Okay. Ja, waar wil je liever heen? Al richting vliegveld rijden of zeg je even richting postcode? Ik weet niet waar de postcode is. Waar was de postcode ja, nog weer? 349 geloof ik. Ja, dat is combipost. Wellicht op hem dadelijk dan hier tegemoet komen. Ja, ga dan hier zo meteen rechts. En dan gaan we daar op die weg even kijken. Ga richting hier rechts? De garage dan daar dan aan het einde van de luchthaven. Gaan we daar even posten. Ja. Ik heb gehoord dat er ook landelijke eenheid gekoppeld is. Ja, ik hoorde wel iets, hè. 23, landelijke eenheid. Beta 3G verricht. Hoeveel auto's zijn jullie onderweg over? Met twee auto's over. Oh, ontvangen. Daar is de landelijke eenheid. Ja, wat was het? Een golf? Ga hier maar naar rechts. En dan daar naar beneden links. Hier links, 82.5. 8.15. Wij hebben hem staande. U hebt hem staande, waarover? Onderste ringweg als je erop rijdt aan begint ziel staan. Ja, dan komen we eraan. Goed je. Max, wil je dat ik hem nog hoor? Is blauw aan. Nee, joh. Nou, we zijn dus onderweg naar die persoon die dus een ANPR-hit had. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognizer. Aan mijn hoofd. Of reader, nee, recognizer. Aan de Camaro, hebben jullie ons van nodig, de twee VP's? En hij zou worden gezocht voor inbraak, of in ieder geval betrokken zijn geweest bij een inbraak. Rustig, maar blijf maar even wel in de buurt. Ze staan hier. Als je er vandoor rijdt. Dan gaan we gewoon bij de rest staan. Tuurlijk. En we gaan even kijken of er nu nodig zijn. Er zijn al best veel eenheden. Zo. Genoeg man te plaatsen. Ja. En over D ook. Als die? Ja. Max, kan jij die even controleren? Of wie is het? Ja, dat weet ik niet. Yes. Dat is aardig wat auto's voor mij. voor een routinecontrole. Ja, inderdaad. Ja. U heeft gelijk. Maar dat was niet mijn keuze. Oh, oké. Okay. Meneer, even het volgende. De reden dat u merendeels wordt staande gehouden is
omdat wij op uw kenteken een aantal dingen hebben getroffen, namelijk... Max, dan moet je me even helpen. Verzekering? Niet in orde? Ja, geen geld verzekering. Ja. En uw kenteken staat geregistreerd dat hij gebruikt bij de inbraak. De portefeuille ja, hier op dus, de schouder, dat is wel vet. Bij deze okay. Zou ik even willen vragen om uit te stappen en dan gaan wij het voertuig doorzoeken. Daar hebben we automatisch toestemming tot, omdat jij je op een hoog risicogebied bevindt. Oké, moet je wel even de kant, want ik kan de deur niet open doen. Dus ja. Wacht even, ik kan serieus niet uitstappen. Pigolle dan. Oké, okay, dan mag u even daar op de stoep gaan staan bij de collega's. Zullen Wim en ik ook even de auto doorzoeken? Wout, doorzoek jullie maar. Dan fouilleer ik hem wel. Okay, yep. Ik help jou wel even. God, ik voel me net een crimineel, jezus. Moet ik nog tegen de muur gaan staan? Dat zou fijn zijn. Moet ik mijn broek uittrekken? Nee, dat hoeft niet. Oh, dat dan weer niet. Vandaag niet. Ik dacht misschien wel een rol voelen. Wat voor het spul zoeken wij nou precies wat? Alles wat ik op kan wijzen dat er inbraak is gepleegd, met een inbraak is gepleegd, dus denk aan koevoet of van die spullen om sloten mee te forceren. En natuurlijk wapens, munitie en drugs. Ja, wapens, munitie, drugs. Oké. Burger er voor dan? Para de stoel, oh die heb ik gemist. Inbrekersvoertuigen. Inbrekersvoertuigen nog wel. Die moeten worden uitgelegd. Oh. Ik heb hier inbrekerswerktuig onder de bijrijdersstoel aangetroffen, jongens. Ja. En voor de rest niks bezig, kom. Verder, het voertuig is niks. Oké, okay, meneer, mag je armen weer naar beneden. Meneer, weten we iets van die dat er geen geldige verzekering op zit, op die auto? Nee. Wist u niet? Het is uw auto? Nee, het is niet mijn auto, het is de auto van van mijn zoon. Van uw zoon. Van uw grote zoon. 5 voor de 8203. Wat zei je? Ik ben 18. Hoe heet uw zoon? Mijn zoon heet Pieter. Niet meer nodig hebt, en de achternaam? Ik heb 5 afkoppelen over. Ja, wacht even. Dat is goed. Ik zal de meldkamer door te brengen. Mijn zoon heet Pieter Robijn. Pieter Robijn. En u heet? Ik heet Dennis Robijn. Dus 45 wel, 44 blijft nog hier. Positief. Ontvangen. 82-03 met een spraak geeft een bericht. Ik dacht, zet even die naam maar. Heb je zijn ID al of zijn rijbewijs al gehad? Ja, zijn rijbewijs heb ik al afgegeven. Ja, die is 1000. Oké. En daar stond ook die Robijn naam op? Ja. En ik? Ik ga nog even die zoon... kan jij nog even zijn zoon opzoeken? Ik heb inbrekersmateriaal gevonden, ik weet niet of je wilt aanhouden daarvoor, maar... Ja, in principe we kunnen niet bewijzen dat hij de persoon was die de inbraak heeft gepleegd. Ik moet sowieso meenemen voor de orde. Ja, neem hem maar mee en dan kunnen we op bureau nagaan. Want die inbraak daar is dan sowieso een PV van gemaakt, dus die kunnen we dan wel opzoeken dan. Op wie zijn naam staat de auto? Robijn... De zoon. De zoon van meneer. Oké. Dus wat gaat er nou gebeuren? Want... Moet mijn vrouw ophalen? Denk ik dat we even 2 armbanden gaan aandoen, meneer. Wat gaan we? We gaan nu even een armband aandoen en dan mag ik even meld mee. Een armband? Ja. Kan je gewoon Nederlands praten? Ik mag ze even omdraaien, we gaan nu boeien. Je bent aangehouden, niet het antwoord verplicht op rechter paraatsman. Jezus. De wind toegewezen door het worden. Ik vroeg wel af of armband in dit geval iets was wat ik hem maar had, maar duidelijk is dit wel gewoon handboeien. Houd even in de gaten of je nu niet boos gaat worden. Bij wie kan die erin? Doe maar bij mij. Neem jij bussie. Ja. Nou gaat hij achter in de T6. Ook wel een gaaf bussie. En dan de sleepwagen bellen, ja. Gaan we weer. Sleepwagen worden voor de auto, ja. Yes. Ja. En dan, ik neem aan dat de recherche misschien op zoek is naar hem. Dus dan kan je hem bij hem afleveren. Dus je mag instappen, ik let op je woord. En dan geef ik gewoon ineens eind incident. Ja. Je moet ook nog even doorgeven dat we die zoon contacteren van wie die auto is. Ja. Want die heeft mogelijk ook iets mee te maken, dus. Okay. Ja, OPS wilde graag eenmaal
takelwagen te plaatsen om die B-klasse af te laten slepen. Dat is een zwarte B-klasse, staat er op de luchthaven, kenteken X-ray Tango 533 Golf. Verder hebben wij Eman Atti en wij hadden graag dat een van jullie de zoon, de eigenaar van dat voertuig contacteert om dat te komen ophalen. En daar was het over. Nou, de snowmobile is al positief ter plaatse gekomen. U bent weer vrij of? Ja, positief en is ook. Ja, vernomen, ga ik slepen, dank u wel. Zo, dan kunnen wij weer door. Voertuig effectief weggesleept. Eigenaar van het voertuig wordt in kennis gesteld en mogelijk ook nog even verhoord. Want ja, dat is natuurlijk wel... Je zou maar rijden in het voertuig van je vader, van een vriend van jou. Ja, je gaat er natuurlijk vanuit dat je, als je zijn voertuig al leent... Momentje hoor. Ik was even net tegen de kijkers aan het zeggen van... Hè, de zoon wordt ook gecontacteerd. Natuurlijk omdat... ja, het is zijn voertuig wat nu in beslag is genomen. En... Achteraf denk je van ja, je gaat er wel vanuit dat als je iemand zijn auto leent, zeker van je vader of van je zoon, dat je wel weet wat voor een criminele activiteit hij mee bezig is. Ja, niet dus. Maar nou wel een paar vragen op basis van deze melding. Ik merkte dat jullie altijd mogen fouilleren en doorzoeken van voertuigen in dit gebied. Ja, op de luchthaven sowieso. Mm-hmm. Omdat je een gebied hebt met bijzonder veiligheidsrisico, mogen wij de voertuigen op de luchthaven doorzoeken. Dan mag de politie, die moeten daar echt aanleiding voor hebben als die staan daar in het midden van de stad. Ja. Of gevraagd dus de douane ter plaatse, die mogen daar ook. Altijd, overal. Douane ook altijd overal. Ja. Ook zonder reden, preventief gewoon. Ja, omdat die mogen komt. Als die een vermoeden hebben dat jij accijnsgoederen bij hebt of ja aan smokkel doet. Wat ze dus eigenlijk sowieso kunnen hebben, dan mogen die gewoon uw voertuig doorzoeken. Maar dus je moet wel, als je zegt van hè, de politie houdt een voertuig staande. En dan moeten zij ook wel die reden hebben van hij smokkelt mogelijk wat. Op ja, de douane. Ja, sowieso aanleiding hebben om... Ja, ja oké. Okay. Nee, duidelijk. En dan had ik nog een vraag. Even denken, wat was dat ook alweer? Het was ook iets wat ik hoorde. Ja, ik hoorde jou zeggen armbandje omdoen, maar dat was gewoon de boeien. Ja. Op een andere manier, ja, nee, duidelijk. Nee, voor de rest weet ik even niet meer wat ik wilde vragen. Misschien dat ik er zo meteen nog op kom. Maar dat was de eerste melding. Je mag dus altijd fouilleren in dat gebied. Dat wist... Ja, ik wist het. Het klinkt logisch achteraf, maar ik wist het niet letterlijk. Je mag dus ook elke passagier fouilleren? Of ja. Is dat ja, wel anders? In principe doen wij, af en toe zoiets. MTV-controle, dus mobiel toezicht, veiligheid. En dan halen wij... Soms gewoon alle auto's van de ringweg en dan komen die door de controle waar die gewoon allemaal gefouilleerd worden. Maar we mogen in principe elke auto stopzetten op de luchthaven en doorzoeken. Oké, okay, maar dat stopt dus op het moment dat we hier even rijden en in de binnenstad rijden. Ja. Duidelijk. Nou, dus dat was de eerste melding aan Pierre. Een hit die was uiteindelijk bij het vliegveld staande gehouden en aangehouden. Ben benieuwd wat we nog gaan meemaken. Ik ook. Nee, dat hoeft allemaal niet. Ja, we kunnen hier nog heel lang over doorgaan, maar je bent bij deze aangehouden. Je mag even omdraaien, handen tegen de groene ja, container nee, zetten. Zo gaan jawel. Die dingen niet, hè? Luister, je gaat gewoon meewerken, anders gaan we het moeilijk maken en dan hebben we geen zin in. Mag ik even zometeen twee stappen naar links zetten, totdat ik stop zeg.